Het College voor de Rechten van de Mens oordeelde gisteren dat de Rotterdamse politievrouw Sara Izat door de nationale politie wordt gediscrimineerd. Omdat ze geen hoofddoek in combinatie met haar uniform mag dragen tijdens haar werk. De politie moet ten alle tijde neutraliteit uitstralen. In alle omstandigheden. Daar is juist die organisatie voor in onze samenleving. Dus geen discussie erover, geen hoofddoeken of welke andere tekenen ook van dat de politie zich aan één of aan de andere kant schaart. Ja, daar ben ik het mee eens. En wat mensen in hun vrije tijd of ze een hoofddoek dragen, dat is prima. Maar als je voor de overheid werkt, niet. En als ze gaan identificeren met een hoofddoek, een keppeltje of maakt niet uit wat voor godsdienst mensen hebben. Ja, dan sta je niet meer boven alle partijen. Als zij een hoofddoek draagt voor haar geloof en zich daar goed bij voelt, nou dat mag. Moet kunnen. Iedereen die in een of andere functie een uniform draagt, dat is de kleding en daar hebben ze zich aan te houden, punt. Wouter, wat vind jij? De naam zegt het eigenlijk al, hè? Uniform. Uniform betekent in ieder geval niet onderscheidend, maar een duidelijk uniform aanspreekpunt. Iemand die je op straat tegenkomt. Dus jij vindt eigenlijk ook politieagent. Die hoofddoek die mag niet? Nou ja, ben je voor of tegen? Ik denk je moet ernaar streven dat een slachtoffer of iemand die iets overkomt op straat en een politieagent ziet, denkt van bij die politieagent moet ik zijn. Die moet denken van oh, maar die heeft een hoofddoek, dus die vindt misschien wel iets van wat er maar net gebeurd is.